Dit zijn Aline van de Wegen en Elke van Maldegem. Zij wonnen brons op de wereldkampioenschappen acrobatische gymnastiek voor senioren. Vorig jaar wonnen ze nog zilver bij de junioren. Aline van de Wegen is 18 jaar. Ze is de onderpartner, zoals dat heet. Ze is 1,67 meter groot voor 55 kilogram. De jongste en de kleinste is Elke van Maldegem. Die is 15. Ze is 1,49 meter voor 37,5 kilogram. Ze zijn allebei lid van Sporttak Deinze en hun coach is Sergej Tretjakov. En zij brengen een balansoefening. Je ziet duidelijk dat het om evenwichtselementen gaat. En ze moeten er meerdere geturnd worden. Aline en Elke zijn trouwens het eerste echte product van de topsportschool. De Bloze topsportscholen die 2 jaar geleden in voegen zijn gegaan. Zij zijn in de mogelijkheid geweest om 2 maal per dag te trainen. En het resultaat is toch dat zij met een medaille, voor het eerst voor België met een medaille terugkwamen van de jongste wereldkampioenschappen. In het vormen van zo'n formatie, van zo'n koppel, moet er ook rekening gehouden worden met de grootte. De bovenpartner mag niet te klein zijn of er volgen strafpunten. Opwerpen naar handstand. Spreidhoeksteun. Plankje. En terugrechtkomen, zeker niet eenvoudig voor de onderpartner.